Hoi, Liz, ik kijk naar weer een nieuwe vlog en vandaag is het kerst, dus ik vond het wel toepasselijk om hier bij mijn kerstslingers te openen. Inmiddels is het iets van 11:50. We gaan nu pas ontbijten, ja, beetje laat. We hebben allemaal heerlijk uitgeslapen. Ik heb ook lekker mijn Google kersttruitje aan. Die had mijn vader een keer gekregen of iets van zijn werk. Dus ik dacht, nou, trek ik een keer aan. Dus dat een beetje. Ik ga even naar beneden helpen met ontbijt maken. En gisteren was het een beetje laat geworden, dus vandaar. Ik ben me even aan het opmaken en terwijl ik dat doe, ga ik even een Get Ready With Me video kijken. Nou, ik ben opgemaakt. Ik heb ook wat oogschaduw opgedaan. Dat doe ik eigenlijk normaal nooit, maar ik vond het voor kerst wel leuk. En een beetje een shiny lipgloss. Ik ga zo even mijn haar doen. En ik moet ook nog even kiezen wat ik ga aantrekken, want ik zit dus heel erg te twijfelen. Of ik wil zeg maar deze jumpsuit doen, die heeft van die lange... Gewoon lange, zeg maar een broek met korte mouwen. Of ik doe dit hele leuke jurkje aan. Maar deze ga ik sowieso ook morgen aandoen. Alleen moet ik dan twee keer deze aan? Want deze had ik dus ook al op mijn verjaardag aan. Of zal ik vandaag eens weer iets anders doen? Ik weet het niet zo goed. Want die jumpsuit is wel ook niet heel erg kerstig. Nou, een beetje wel. Op zich is hij wel leuk hoor. Kijk, dit is zeg maar die jumpsuit. Ik dacht, doe hem even aan. Hij heeft dus van die hele lange, wijde pijpen. En op zich vind ik het wel leuk. Ik zou er dan wel even een hemdje onder doen, want het is een beetje heel erg inkijk anders. Maar dit is dus zeg maar die jumpsuit. Dus die vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dus misschien ga ik dit gewoon vanavond aandoen. Ik denk het wel. Dan heb ik gewoon iets meer afwisseling. En dan doe ik gewoon morgen dat andere jurkje aan. Dus nu ga ik hem nog niet aanhouden, want ik ga eerst koken en sowieso weer zien dat ik iets hierop ga knoeien. Dus ik ga eerst gewoon even een broek en alles aandoen. Ga ik zo even koken. Ik ga namelijk zo even mijn dessert maken. Nou, dit is mijn bakoutfit. Kijk hoe mooi. Echt deze sokken. I am in love. Ook van Google met van die kerstlampjes. Ik ga helemaal stuk. Auw, dat was mijn zij. Ik ga dus even bakken en ik dacht even lekker chill outfitje aan. Haar in de knottie, want er mag natuurlijk geen haar uit eten komen. Dus laten we gaan beginnen. Nou, ik ben dus nu bezig met het beslag. En mijn moeder is ondertussen ook al stoofpeertjes aan het maken. Haar heeft volgens mij knoflook in de oven, want die gaat een knoflooksoep maken. En de boontjes zijn ook al gekookt, dus ze zijn allemaal druk bezig met de voorbereiding alvast. Kijk eens hoe goed ik al bezig ben. Hier gaan er straks nog eieren bij en dan heb je een soort van beslag. Nou, het soezebeslag is klaar. Ik ga dat nu even in de spuitzak doen en dan ga ik het even opspuiten. Nou, ik heb alle soezes opgespoten en ze gaan nu de oven in. De soezes zijn uit de oven. Ik ben dus nu karamelsoes aan het maken, maar ik weet nog niet of het helemaal is gelukt. Want het was een beetje dun, maar we zullen het zo zien. Nou, we hebben net ook even een stukje van de film Kraamwoordje gekeken, want die kwam op... TV, vonden we wel grappig. Een beetje kerstfilm. En ik heb net karamelsaus gemaakt en hij is uiteindelijk toch wel gelukt. Ik dacht eerst van, oh, dit gaat helemaal fout. Want ik dacht dat ik nog allemaal stukjes suiker zag zitten. Maar volgens mij is hij wel redelijk gelukt. Hij moet nu alleen een beetje afkoelen. Dus ik dacht, het is nu 4:30. We gaan nog voor om 6:00 beginnen. Dus ik ga nu even me omkleden. En dan ga ik zo nog even mijn haar doen en alles. Nou, ik heb me omgekleed. Ik vind het wel leuk, alleen deze schoenen... Maar ik heb geen andere laarsjes. Dus ja, ik vind deze schoenen gewoon in het algemeen niet heel leuk meer. Ik vind de binnenkant gewoon niet zo leuk. Kijk, de buitenkant vind ik wel leuk met die gespjes. Maar de binnenkant vind ik zo lomp of zo. Dus eigenlijk moet ik een keer andere laarsjes kopen. Maar ja, hoe vaak doe ik die dingen nou aan? Ja, nooit. Dus ja, ik zou op zich wel... Nee, ik vind het niet leuk om hier dan onder... Ja, of ik moet even kijken bij mijn moeder of die hak heeft. Maar eigenlijk heb ik grotere voeten. Dus ik weet niet of ik dat pas. Ik ga even kijken. Oh, en moet ik mijn haar nog doen? Want ik heb zeg maar nu uit de knot is het zeg maar heel erg messy. Dus ik kan het op zich wel zo doen. Dat is op zich wel leuk. Of ik ga juist even met een steltang het even iets stijler maken. En dan
doe ik het gewoon in de middenscheiding. I don't know. Ik ga het van mijn zus vragen. Ik heb schoenen gevonden hoor. Deze vind ik wel mooi. Of deze glitter. Ligt eraan wat ik pas. En welke zij aan gaat doen. Ik denk eerlijk gezegd dat zij zelf deze aan wil doen. Maar ik ga even passen. Kijk, ze zijn niet zo'n hele hoge hak. Want daar kan ik ook echt niet op lopen. Dus ik ga even kijken. Nou, die schoenen die vond ik wel leuk. Maar ze zat een beetje te klein. Dus mijn moeder zei ja. Als je die de hele avond gaat aandoen, trekken ze uit. Dus eigenlijk zegt ze gewoon dat ik ze niet aan mag. Dus ik ga maar mijn laars aan. Ik vind ze niet heel erg mooi. Maar we moeten er maar mee doen. Dus ik ben een beetje geïrriteerd. Maar oké. Ik ga verder met mijn haar. En ik doe de droogshampoo in. En normaal krijg ik er echt vet haar van. Maar ik ga morgenochtend toch mijn haar wassen. Dus we doen gewoon een beetje dit erin. Als ze iets meer volume krijgt. Want dit is big volume. Droogshampoo. Wacht. Madame heeft een beetje problemen met wat ze aan moet. Wacht. Kijk, ze wil of dit... Ik moet even opruimen. Oh, ze moet even opruimen. Stop, voor je video moet wel even mooi zijn. Je filmt wel. Nou, Marlieke heeft dus 5 opties. Dus een rokje met die 3 blouses of dat jurkje. Of die ze nu aan heeft. Ja. Ik vind je echt heel akker dit. Oké. Dus ik ben niet vrijwillig. Welke moeten we gaan kiezen? Ja, ik vind het allemaal wel leuk. Die valt af. We hebben er 1 afgevallen. Ik vind... dit, op dat vind ik wel een beetje zwart. Ja, ik... Had je niet nog een ander rokje die je aan had op je verjaardag? Ja. Je hebt nog een rokje. Ja. Ik heb nu al zwarte rokjes. Deze, maar die heeft stipjes. Ja, maar dat stipjes kan met een witte blouse ook. Nee, maar los de stipjes. Oh ja, oké, okay, ja, dat doen we maar niet. Nee. Nou, dat lijkt een beetje op die. Maar dit is ook nog een jurkje. Nou, meid bedacht, het gaat gewoon aanhouden. Dus altijd gezeik om niks. Nou, we gaan even een TikTokje opnemen hoor. Volg mij. Dit is het voorgerecht en op het voorgerecht zitten garnalen. Dat vind ik niet zo lekker, dus daarom heb ik carpaccio. Oké, de soep is er. Dit is dus een knoflooksoep. En het, het licht is niet echt heel ideaal, maar het is een beetje geel-romig. En mijn moeder heeft wijn ingeschonken. Dus we gaan lekker wijnen, wijnen, wijnen. Heb je goed gedaan, pap. Mm-hmm. Een keer wat anders, hè? Dan, Ja. Ik heb knoflook niet. Ja. En mijn moeder heeft net de telefoon in de soep laten vallen. Heb je een foto gemaakt dat hij in de soep lag? Oh, het is een beetje heet. Ja. Mama. Oké, we hebben dus nu een... Heet het spoon of spoon? Ja, spoon. We hebben nu een spoon, dat is dus champagne met ijs. Eerst wilde ik met echt champagne drinken, dit is echt... Echt lekker. En we hebben het ook even foto's bij de kerstboom gemaakt. Zal er misschien wel een paar in beeld zetten. Degene die leuk zijn. En mijn moeder is nu bezig met het hoofdgerecht. Ik zal ook wel even laten zien in de oven. Oké, dit is mijn moeder dus aan het maken. Het is een beef wellington, maar dan met varkensaus. Ze heeft er ook allemaal leuke sterretjes opgeplakt. Dus dat gaan we zo even eten. Nou, dit is dus het hoofdgerecht geworden. Het is dus beef wellington. En daarbij hebben we nog van deze aardappelwafeltjes een stoofpeertje. En dit is volgens mij sla met asperges en boontjes.
Dit is het toetje. Ik heb dus de soesjes gemaakt en nog een bolletje ijs erbij. Ik moet een beetje stil zijn, want mijn ouders zijn volgens mij al aan het slapen. Maar het is nu bijna 12 uur. We hebben net lekker met z'n viertjes ook nog de film The Holiday gekeken op Netflix. Dus dat was wel leuk. En toen daarna hebben we even alles opgeruimd, want het was een beetje een bende van al dat koken. En ik ga nu zo ook lekker slapen, want morgenochtend moeten we niet te laat opstaan. Want we gaan volgens mij al rond tussen twee en drie hebben we afgesproken bij mijn oom en tante en neefje en nichtje. Dus dat wordt heel gezellig. En dan gaan we ook spelletjes spelen en zo. Dus dan moeten we iets van om 1 uur al weg. En daarvoor moet mijn moeder ook nog alles koken. En ik wil nog even een video gaan editen deze. Zodat die ook een beetje op tijd online komt. Een beetje rond de kerst ook nog. Dus vandaar. Dus daarom ga ik nu lekker slapen. En daarom ga ik nu ook de video afsluiten. Dus ik hoop dat je het een beetje leuk vond om te zien hoe onze kerst ging. Het was echt heel erg gezellig. We hebben ook echt gekke foto's gemaakt. Die heb ik net ook even op Insta gezet. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video nou leuk? Doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Bedankt voor het kijken. Doei!